Yo, goed gekijkt is een gloednieuw van Volg met Battle Royale. Oh. En even één ding. Ik ga die Jojo Filmora comeback. Maak je zorgen, maar het pauze raakt gezegd voor tijdelijk. Alleen ja, ik moet er dus iets kijken. Maar in ieder geval, jullie weten, Filmora komt wel in ieder geval gewoon terug. Dus maak je gewoon geen zorgen om, hoe heet het, dat ik, ja, zo'n raar kut wapen, zo'n klote wapenmerk, rechts onder een beeld op staan. Ik wil even denken, waar staat die? Altijd rechts onder. Maar in ieder geval, hij komt terug, Filmora. Komt terug. Dat is sowieso één ding. Ik vind dat ook veel fijner voor me. Ja, ik ben sowieso ook wel met DaVinci Reforce. Ben ik ook aan het oefenen, alleen ja, die doet iets te langzaam op mijn laptop. Dus dan moet ik eigenlijk denk ik echt PC hebben. Ja, of ik ga gewoon PC kopen. Want soms is het ook dat Xbox sowieso kloot en doen het. Volgens mij, dit ligt allemaal aan Xbox. Ja, en ik weet, ja, ik heb dit ding weer eens aan. Ik dacht, het is wel leuk. Dus dat is, ja. Maar in ieder geval, wij gaan wat solo doen. En kijk of ik vandaag tegenkom. Dus waarom ik even een keertje Fortnite doe op zondag. Is puur omdat, ja, ik heb geen Warzone gespeeld. Dus ik heb geen stuk van een stream wat goed is. Want ja, wat ik al eerder zei, mijn adaptie was even tijdelijk weg. Ik heb hem weer, alleen heeft het niet gewerkt. Dus ik denk, sowieso gisteren kwam ik erachter dat een Xbox ligt. Want toen viel Xbox Live weg. En, hoe heet het? De adapter mag niet rood. Dat vind ik zo vreemd. Ik ben gaan naar Pleasant. Maar in ieder geval, we gaan gewoon nu in het potje. En we gaan het gewoon zien wat we sowieso tegenkomen. Ja, was toch veel fijner. Oh, ik vind het zo vervelend, John. Echt die info. Dat als iemand online is. Dat je dan zo zegt van, die is online en veilig voor de party. Echt. Ik vind dat best wel vervelend. Ik denk dat jullie dat wel snappen, van dat best wel vervelend is. Weet je, die, vooral als je heel veel mensen hebt. Even tussen door. Dan is het echt vervelend als die dan online is, dan zegt hij een violent toepak. En dan weer, en verlaat weer. Dat lijkt me echt niet fijn ook. Dus laat weten als je dat ook echt vervelend vindt. Ik vind het in ieder geval zo kei vervelend. Kijk wat we allemaal tegen gaan komen in Pleasant Park. Oh ja, één keer ja, toen had ik. Ja, ik had het van Pleasant Pistol pakken ofzo. Omdat ik eigenlijk alleen maar pistols hier tegenkwam. Ik weet niet met wie het was. Als jullie dat nog weten, laat het weten. Dat was ook wel grappig sowieso, dat je echt niet alleen maar pistols. Want we hadden wel wapens alleen maar, pistols tegen. Wat willen jullie graag op terugkomt? Bijvoorbeeld en ik hoop zo erg dat snipers volgend seizoen zo erg terugkomen. Ik mis wel echt snipers. Echt, hoe kan dit?
Dat denk ik ook, ik neem even... Er zijn heel veel mensen. Ik klik weer op mijn andere knop. Ik heb nu op Warzone shop gezet. Wat dat is, dat ik via onder... Wel op ons pijltje klik dan. En dat ik bij Warzone. Want eerder klikte ik altijd daar op die moet dansen. Weet je? Hier zijn mensen, ik heb wel gezien waar, niet dat ze eens is te camp. Ik heb zin op. Op East. Er zijn twee mensen aan het vechten. Ik kan nu aan pushen, dat wil ik zeker te weten doen. En jullie zagen het misschien ook, ik heb mijn F-knop weer op linkerknop gezet. Dat is veel beter zeg. In ieder geval, als je dat niet hebt gedaan, want dan ga ik regelmatig live. En zij rent achter de kippen en zei, kan het gewoon niet pakken. Ik net hop ineens. Dat vind ik zo grappig. Hop, ga maar zwemmen. Is beter voor je. Oh. Echt een heel beetje zielig. Risky. Zijn mensen? Daar heb ik zin in om eigenlijk heen te gaan. Ik zit er niet in het bosje.
Het lijkt me heel vreemd als je in een bosje gaat zitten in een storm, maar... Je weet maar nooit met mensen nu in Fortnite. Mensen zijn zo gek aan het worden dat ze gewoon echt in een bosje gaan zitten. In de storm misschien. Terwijl je hebt toch alleen maar botsen. Dat is één ding. Dus daarom toch even kijken, zit dan niet het sneaky een botje in de bosje. Sneak je botje in de bosje. Zo. Ik wacht even. Nee, ik wil nog geen vis zijn, maar ik wil nog geen. Oké, waar zijn mensen? Nu kan ik beter even een beetje richting de zone gaan. Of richting de cirkel. Ja, anders doe ik daar in de storm en dan heb ik wel een kerk. Oh, echt, wat komt eruit? Ding, maar kom. Lekker. Oké, ik doe even Elise maar. Lekker. Zo zeg je dat altijd. Waarom doe ik dit fout? Of domme, waarom doe ik dat? Waarom doe ik dat? Echt, ik dacht wel even veilig. Kijk, maar dit heb je dus voor mensen nu in de game. Dat is gewoon niet meer leuk. Waarom doe ik dat? Waarom bouw ik me? Ik moet me gewoon even inbouwen. Soms dan denk ik dus gewoon even veilig en dan ga ik gewoon zo vielen. Wat echt best wel dom is. Alleen ja, ik moet het gewoon niet doen. Maar ik denk gewoon hier de video afsluiten. Dus ik hoop jullie de video leuk vonden. Dus zeker even een blauw duimpje. Zeker te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Vergeet zeker niet om die Discord te joinen. Link staat in de beschrijving. Doe dat even, want ja, ik heb ook mijn eigen Discord. En ja, ik wil wel gewoon echt jullie gewoon lekker kunnen chatten. Lekker mensen kunnen zoeken of gamen. En alles. Wat gewoon nog veel meer. Dus doe dat zeker even. Vergeet zeker even die Discord te joinen. En vergeet dan ook op dat belletje te klikken naast je abonneerknop staat. Zodat je geen video meer hoeft te missen. En dan zeg ik zoals altijd adios.